Ik ben Axel, welkom terug weer bij jouw dagelijkse blogsupdate waar jij zeker niet moet vergeten jezelf even op te subscriben. En dan heb ik het over de kanalen open die je iedere werkdag delen. Natuurlijk het YouTube kanaal van Blogs, maar ook het Spotify kanaal van Blogs. Iedere werkdag dus een spiksplinternieuwe update terug te vinden. Met vandaag ook weer leuk nieuws, want we hebben niet één, maar liefst twee splinternieuwe coins die je vanaf nu verkrijgbaar en verhandelbaar zijn binnen de Blogs app. En verder het volgende nieuws voor je vandaag. Coinbase, Bitget, Changpeng, Zhao en de enorme fee, de hoogste fee ooit voor een Bitcoin transactie die recent werd meegegeven, is mogelijk het gevolg van een hack. Opnieuw laat de crypto sector in zeer positieve zin haar sporen achter in de reguliere aandelenmarkten. Ditmaal gaat het om het aandeel Coinbase. We hebben gisteren al gekeken naar MicroStrategy dat een gigantische stijging heeft laten zien. Het aandeel van MicroStrategy in de reguliere aandelenmarkt dus. Dat voor het overgrote deel te linken valt aan de enorme voorraden Bitcoin die zij op de balans hebben staan. Nou, ook voor het aandeel Coin van Coinbase dus zien we prachtige cijfers. We hebben het nu over op dit moment $119,77, waar dat we gisteren de handelsdag mee zijn afgesloten. En dat is dan ook direct de hoogste waarde sinds ruim anderhalf jaar tijd. 5 mei 2022, toen closten we in de buurt hiervan op $114,25. En sindsdien hebben we dus niet meer dit soort bedragen gezien voor dit aandeel. Nou, gaat dus goed. We weten bij Bitcoin dat we sinds 1 januari dit jaar enorme plus hebben gezien. Bij MicroStrategy die honderden procenten. Dat geldt ook voor Coinbase. Want met een plus van 256,5% sinds de eerste dag van dit jaar is aangebroken, is dat een gigantische stijging te noemen. Opvallend om daar nog bij te vermelden is dan wel weer dat we ondanks die ruime 250% stijging nog steeds 65% lager staan dan de all-time high voor het aandeel Coinbase. Dat was eind 2021 op 12 november om heel precies te zijn. Toen zagen we een waarde van $343 per stuk. Ja, dan zaten we op dat moment ook wel nog in een enorme bullmarkt. Dat werkt natuurlijk wel mee. Maar ondanks deze enorme stijging hebben we dus nog steeds enorm veel potentie ook voor het aandeel Coinbase als we gaan kijken naar die all-time high. Nou, waarom zien we dit nu dan gebeuren? Een van de aanleidingen lijkt toch wel echt te zijn de moeilijkheden waar Binance zich op dit moment in bevindt, met name in de VS. Ja, daarvoor is natuurlijk Coinbase dan een logisch alternatief voor gebruikers al daar. Dat heeft alles te maken met de registratie. De juridische positie die daar dus wel mee zit in Amerika. Nou, verder weten we dus dat de markt zich weer van een beter kant laat zien. En al met al zorgt dat dus ook ditmaal in de reguliere aandelensector voor mooie plussen. Wat betreft dat zware weer waar Binance zich op dit moment in bevindt. De borgtocht voor Changpeng Zhao, de oprichter en oud-CEO van Binance, is afgewezen. Dat is een flinke tegenvaller. Nou, hij hoopte dus toch op borgtocht vrij te gaan komen. Nou, de rechter heeft daar nu uiteindelijk toch nog een stokje voor gestoken en heeft dat verzoek dan ook afgewezen. Dit is de uiteindelijke uitspraak nadat het ministerie van Justitie in de VS al een motie had ingediend. Daarmee wilden ze hem dus verplichten om voorlopig in de VS te gaan verblijven, totdat hij begin volgend jaar mogelijk een veroordeling gaat zien daar. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de bekentenis die Changpeng vorige week heeft afgelegd. Toen heeft hij dus ook zijn functie als CEO van Binance neergelegd. Binance moest ook vanwege die bekentenis een enorme boete, een miljarden boete betalen, waarmee dat een van de hoogste boetes in de financiële sector ooit ook direct was. Nou, in de eerste instantie, als gevolg van die bekentenis en alles dat daaromheen gaande was, leek hij dus wel op borgtocht vrij te komen. Werd vastgesteld op $175 miljoen. Nou, daarvoor waren er hier en daar wat tientallen miljoenen bij elkaar geschraapt om dat allemaal klaar te zetten daarvoor. En leek hij dus weer even zijn gang te kunnen gaan. Maar uiteindelijk kan hij dus niet terug naar de Verenigde Arabische Emiraten, wat wel zijn plan was. Daar zit ook zijn gezin nog. Dat heeft in dit moment, of op dit vlak ook alles te maken met het vluchtgevaar dat ze daarin zien. Waarom dan? Nou, er is geen uitleveringsverdrag tussen de VS en de Verenigde Arabische Emiraten. Dat maakt het natuurlijk al een lastig verhaal om terug te gaan krijgen, mocht hij zich daar weer gaan vestigen. Daarnaast heeft Changpeng natuurlijk gigantische financiële middelen tot zijn beschikking. En die combinatie van omstandigheden maakt het dus toch wel zodanig tricky dat ze nu hebben gezegd, nee, je mag voorlopig de VS niet verlaten. Moet gaan afwachten totdat er een uitspraak gaat volgen, verwachten we dus begin volgend jaar.
En ook dat wordt nog even een spannende periode voor Chiang Peng, want dat kan hem een gevangenisstraf eventueel gaan opleveren van, in het beste geval een paar maanden, in het slechtste geval zelfs nog 10 jaar. 83,5 bitcoin, een gigantische hoeveelheid, maar al helemaal als je dat per abuis betaalt aan fees voor een bitcoin transactie. Nou, dat is precies wat er vorige week gebeurde, hebben we het hier ook over gehad. Grote vraag is dan natuurlijk altijd, waar komt dat vandaan, wat is daar gebeurd en gaat dat eventueel nog teruggegeven worden door de partij die dat betreffende blok gemined heeft? Want het gaat om ruim 3 miljoen euro. Dus toch wel de moeite waard om daar even werk van te gaan maken. Nou, nu is er dus ook inderdaad iemand naar buiten getreden die zegt dat hij de eigenaar is van die wallet, waarmee die transactie dus is uitgevoerd. En het verhaal krijgt een aparte wending, want die vermeende eigenaar die zegt dus dat hij is gehackt. En dat het op die manier is gebeurd. Nou, is er nog steeds een reële kans dat dit de hackers zelf zijn die op deze manier proberen dus die 83,5 bitcoin terug te krijgen van de pool die dat gemined heeft. Dus we zijn er nog niet helemaal uit hoe het zit. Maar in ieder geval is er dus reactie naar buiten gekomen en is er iets gaande daarin. Nou, uiteindelijk betekende dit dus dat Antpool een gigantisch interessant blok minde. Was überhaupt of is überhaupt een van de grootste bitcoin mining pools ter wereld. Die kregen voor dat ene blok dus 94,5 bitcoin aan rewards. Dat was de 6,25 bitcoin block reward plus dus die enorme berg bitcoins. Het grootste gedeelte afkomstig uit deze ene transactie. Nou, nu is er dus via dit Twitter-account contact gezocht met de buitenwereld en geclaimd dat het gehackt is. En ja, dat op die manier dus door een fout eigenlijk in een script waarmee die mogelijk gehackt zou zijn, deze enorme hoeveelheid aan de transactiekosten is betaald. Want zo zegt de eigenaar achter dit account ook, je kan eigenlijk maar één ding bedenken. Dat er een script draaide op die wallet waar hij dus die coins toe had gestuurd en dat die een verkeerde berekening voor deze transactiefee heeft gemaakt. Nou, wat nu? Want hoe ga je nu bewijzen dat dit allemaal legitiem is en al helemaal dat dit niet de hackers zelf zijn die eraan zitten? Nou, in ieder geval is er dus bitcoin transactie ondertekend met een bericht dat inderdaad dit Twitter-account de eigenaar zou zijn van de fondsen, van de fee dus, die is betaald in die transactie. Nou, er zijn al wat reacties vanuit de cryptosector gekomen die zeggen van ja, dat is inderdaad, dit klopt, in ieder geval dit stukje. Die transactie is ondertekend met dat bericht en daarin is er dus wel een koppeling te maken. Maar het kan dus ook nog steeds zo zijn dat de hele wallet is gehackt en dit de hackers zelf zijn, nogmaals, die het op deze manier proberen terug te krijgen. Nou, daarom zegt bijvoorbeeld ook de Mononaut, dat is een ontwikkelaar achter Mempool.space onder andere, van ja, we hebben eigenlijk nog meer gegevens nodig, of in ieder geval een andere manier nodig om de identiteit echt te kunnen vaststellen. Want dit is nog steeds geen zekerheidje. Maar er is dus iets gaande en er lijkt een mogelijkheid dat deze hoogst betaalde fee ooit voor een bitcoin transactie alsnog in de juiste handen terechtkomt. Opnieuw een opvallend bericht dat directe betrekking heeft op de Nederlandse crypto sector. Het gaat namelijk om BitGet, die het ook niet gelukt is een vergunning te krijgen, de benodigde vergunning bij de Nederlandse bank, verplichte vergunning. En daarom dus ook gaat stoppen met het aanbieden van haar diensten aan Nederlanders. Opvallend nogmaals, BitGet is een internationale bekende crypto exchange. Nou, gaat dus per 1 december stoppen met de mogelijkheid voor Nederlanders om zich te registreren op het platform. Je kunt dan dus niet meer als nieuwe klant je aanmelden bij BitGet. En dat heeft dus ook in dit geval weer alles te maken met het Nederlands juridisch stelsel rondom cryptocurrencies. Het is het bedrijf dus niet gelukt om te voldoen aan de lokale wet en regelgeving in Nederland. En dan met name dus de registratie bij de DNB die je moet hebben. En daarmee opereren ze op dit moment dus ook illegaal in Nederland, want zonder die benodigde licentie mag je je diensten niet aan Nederlanders aanbieden. En dat is dus het volgende slachtoffer, zou je kunnen zeggen, van deze situatie. Want dat hebben we eerder natuurlijk al gezien bij Binance, dat echt heel groot nieuws was ook. Zelfde verhaal, ook problemen met het verkrijgen van de benodigde licentie bij de DNB. En daarom besloten, dat zelfs als grootste exchange ter wereld, om zich terug te trekken uit de Nederlandse markt. Nou, dat betekent dus weer minder beschikbaarheid van partijen op de Nederlandse markt. Aan de andere kant betekent dat natuurlijk ook wel weer dat je op zoek kunt gaan naar alternatieven die wel voldoen aan de Nederlandse wet en regelgeving. Oftewel met een registratie bij de DNB. Natuurlijk hebben wij die hier bij Blocks. En
ben je ook van harte welkom. We hebben nou een hele mooie dienst voor je, de overstapservice. Daarmee kun je dus gratis jouw crypto overhevelen naar jouw blokskluis. En op die manier gaan handelen bij een veilige, betrouwbare en bovendien ook geregistreerde Nederlandse partij. Nou, je vindt hieronder in de beschrijving ook een directe link terug naar die overstapservice, waarin we heel gemakkelijk uitleggen hoe het werkt en hoe je dat op dit moment allemaal kunt gaan rechtbreien. Tot slot nog erg leuk nieuws uit eigen huis wederom, want we hebben bij Blocks niet één, maar liefst twee spiksplinter nieuwe coins toegevoegd die vanaf nu verkrijgbaar en verhandelbaar zijn binnen de Blocks app. Het gaat ditmaal om Floki en TokenFi. En laten we even gaan kijken naar wat iedere coin precies inhoudt, wat je ermee kan. Daarmee ook te beginnen met Floki. Dat is een beetje terug te herleiden naar het Elon Musk tijdperk in de crypto. Nou, Floki Inu is namelijk geïnspireerd op de Shiba Inu hand van Elon Musk, genaamd Floki. Is ook een meme coin. Is dus eigenlijk meer een grap, heeft niet direct een hele goede toepassing in de echte wereld, maar het bijzondere aan deze specifieke memecoin is dan wel weer dat het toch een grote aanhang heeft opgebouwd en een van de populairste memecoins ter wereld is geworden en daarmee dus eigenlijk toch wel een soort van real world toepassing heeft gekregen. Nou, gaan we Floki op dit moment terugvinden op de 148ste plek, gekeken naar de market cap. Kost nu 0,000028 euro. Handelsvolume loopt toch in de tientallen miljoenen per 24 uur, dus er gebeurt daar wel degelijk wat. En daarmee ja, is het dus ook een interessante coin met een grote achterban, grote aanhang. En dus al een soort van geschiedenis opgebouwd binnen de crypto sector, in ieder geval binnen het hoekje memecoins. Leuk om eens te checken. Nou, voor de rest zien we ook nog TokenFi vanaf nu verschijnen tussen het overzicht in de Blocks app. Ook een hele interessante, maar dan dus wel met een echte concrete toepassing. Wat kun je daarmee? Het platform biedt de mogelijkheid om allerlei zaken te gaan tokeniseren. Dus dat betekent dat je fysieke zaken, denk bijvoorbeeld aan kunst, onroerend goed, muziekrechten, noem het allemaal maar op, heel gemakkelijk kunt gaan omzetten naar digitale tokens. En het gemakkelijke daarin is dat je die tokens daarmee weer kunt gaan verhandelen op allerlei verschillende blockchains. Nou, TokenFi is niet de enige partij die dat doet, maar heeft zich wel met name toegespitst op drie zaken die er van belang in zijn. Het proces hebben ze veel eenvoudiger en sneller weten te maken. Ook de kosten flink weten te drukken om dit dus te gaan doen, dat tokeniseren. En ook de veiligheid en betrouwbaarheid is hier een van de hoofdpijlers in geworden. Nou, voor TokenFi zie je op dit moment een waarde van 0,022 euro. Handelsvolume 3,5 miljoen over de afgelopen 24 uur. En op dit moment zou je kunnen zeggen in de sale, want zoals vele andere crypto's geldt ook hierbij op dit moment enkele procenten daling in de afgelopen 24 uur gezien. Dat is dus ook aan de hand bij Bitcoin, gaan we zien op de koersen op tradingview.com. Daar zien wij nu achter ons de weekcandles, data afkomstig van Bitstamp. We kijken gewoon ouderwets naar de dollarwaarde. Dus overigens, de negativiteit die we zagen in de sector vandaag weer iets aan het terugkomen in positieve zin. De Bitcoin handelt nu weer boven de $37.000 op, $37.225. Maar toch zie je dat we op weekniveau nog op een min staan. Min 0,58% tot zover. Maar we zijn weer iets aan het terugkomen, wat je ook direct ziet op deze weekcandle. Met name aan de onderkant een stukje wick, zeg maar, wat we toch weer hebben weten uit te voelen. En dat nu toch weer recht omhoog aan het bewegen is. Gekeken naar de dagcandles zie je dan dus ook dat het nu weer heel erg dichtbij een plusje aan het komen is. Het is nog, nou ja, wick aan de onderkant iets groter, maar wel weer helemaal terug bij de open van vandaag. Daarmee komt er mogelijk een einde aan de derde dag op rij dat dit zou gaan worden dan met een daling. Want we hebben hier dus de afgelopen twee dagen uiteindelijk ook stevige dalingen gezien. In de close weten we dat nog een eentje goed te maken. Twee dagen terug lag die namelijk op $37.500 bijna, daarna op $37.240. En daar zijn we nu dus weer op terug. Is het wel zo dat we gisteren dus een dieptepunt hebben gezien van $36.727. En vandaag dat we ook in de $36.000 zijn teruggezakt. $36.883, iets minder diep gezakt dan gisteren. En ook met name dus op dit moment dat we het helemaal weer goed lijken te gaan maken. En dat er misschien weer iets meer positiviteit terug te vinden gaat zijn. Mag ik wel gisteren 0,59% in de min geclosed, dus dag daarvoor 0,92%.
Daarmee zijn de percentages die we in dalingen zien nog redelijk behouden aan het einde van de rit, aan het einde van de dag. We blijven dus wel boven een aantal andere belangrijke niveaus. De 37k was even niet meer veilig, we zakten terug in die 36, maar niet zo ver en weten toch weer constant te closen. En dus ook goed terug te komen boven die 37k. Lijkt daarmee op dit moment ook een duidelijke support aan te geven voor de verdere koersontwikkeling van Bitcoin. Dat is goed nieuws, want dat is natuurlijk een heel belangrijk en mooi bodemniveau om verder opnieuw pogingen te gaan doen. Op weg naar de 38k. Laatste keer dat we dat serieus hebben gedaan was 4 dagen geleden, toen we daar bij het $437 zelfs bovenuit wisten te komen. Was wel van korte duur, maar daarmee zou dat weer een mogelijk gevolg kunnen zijn van het vasthouden van deze support. Nieuwe poging naar dat mooie 38k niveau. We zien ook hier op het grotere plaatje uitgezoomd op de dagcandles dat in principe de opwaartse beweging nog steeds intact is. Hieronderdoor kunnen we een mooie lijn gaan trekken en zie je dat we constant met iets hogere laagtepunten te maken gaan krijgen. En daarbij ook steeds met wat hogere hoogtepunten. En de tendens is daarmee toch al lange tijd, als we verder gaan uitzoomen, een beweging omhoog. Je zou helemaal terug kunnen gaan kijken hier eigenlijk naar augustus. Vanuit daar zie je dus al langzaam maar zeker weer wat omhoog gaan. Dan gaat het hier heel erg snel. Een beetje de tweede helft van oktober in korte periode weten we er daar echt heel veel bij te snoepen. En ook sindsdien weer langzaam maar zeker een groei in die waarde van Bitcoin. Dat waren ze de belangrijkste nieuwtjes voor vandaag. En vergeet dus zeker niet 2-tal spiksplinter nieuwe coins die je vanaf nu in de Blocks app kunt krijgen en kunt gaan verhandelen. Natuurlijk ook niet om even een kijkje te nemen naar de overstapservice, mocht dat voor jou van toepassing zijn. Voor de rest, ik hoop dat je er morgen ook weer bij bent. Subscribe jezelf daarvoor even op onze kanalen, het YouTube-kanaal en op het Spotify-kanaal om er altijd de eerste bij te zijn. Rest me niets dan jou nog een prachtige avond toe te wensen. En tot morgen weer. Doeg!